komen dan hier in Zelf bij het prachtige klooster. Jullie hadden allemaal verwachtingen van hoe zou het hier zijn. Mooie woorden gehoord over de kloostertuin. Nou, dit is het dus. Nou, het wordt een prachtige dag, dat weet ik zeker. Vorig jaar hadden we de eerste. Nou, dat was al een geweldige dag. Alles was nieuw toen, voor ons, voor iedereen. Nou, volgens mij is vandaag de helft, heeft hij vorig jaar overstaan. De helft is voor het eerst. Nou, hartstikke mooie mix. Laat het gebeuren vandaag. Geniet er vooral van. Hoop op veel mensen die komen kijken. Ontmoet elkaar. Dat is ook belangrijk. Welkom op deze mooie plek. Vorig jaar hebben we ook een bloemenritueel gedaan. Dit jaar ook. Ja, bloemen, ja, ze maken gewoon alles mooi. En dit zijn bloemen uit Bert zijn eigen tuin. Ja, je kunt kijken naar de kleur. Ruiken, kijken naar de vorm, staat symbool voor vruchtbaarheid, schoonheid, groei, bloei, verval ook. En vandaag vormen we met z'n allen een kleurrijk natuurlijk boeket. Een verrassend en liefdevol welkomstboeket voor al die mensen die de weg naar deze plek vandaag vinden. Samen zijn we als een prachtig, liefdevol, kleurrijk zelfboeket. En dat boeket dat we samen zijn, gaan we nu verbeelden. Met bloemen in de bloemenband. En ik wil zo meteen iedereen vragen om een duo te vormen met iemand die je nog niet kent. En dan allebei aan één kant te gaan staan en een bloem te kiezen. En dan kun je even heel kort kennis maken met elkaar door te zeggen... Ik ben die en die van dat en dat bedrijf en ik wens jou, en dan komt, mag je iets wensen. En de ander zegt dat naar jou terug en je steekt allebei een bloem in de bloemenband. En straks, als iedereen dat gedaan heeft, is dat dus onze gemeenschappelijke, fleurige omhelzing van een natuurlijke uitvaart. Een hele goede dag. Ik ben Leon van den Elzen van Boodschap vanuit mijn hart. Samen met mijn vader maken we hele mooie levensreisopnames van mensen. Heel bijzonder om te doen. En vandaag willen we jullie meenemen naar de inspiratiemarkt in Velp over natuurlijk afscheid en dat duurzaam. Laat je dus vooral inspireren wat dit u kan bieden. Geniet ervan! Ja, wij staan vandaag op de Groene Inspiratiemarkt in Velp. En ik heb hier een mevrouw en heer voor me staan. En ik ben benieuwd, wat doen jullie? Ja, wij vertegenwoordigen Vercoffins. Dat is een bedrijf wat duurzame uitvaartkisten produceert van Fairboard. Dat is het beste vergelijken met heel stevig karton. En daarmee hopen wij een bijdrage te leveren aan de vergroening van de uitvaartmarkt. Belangrijk is dat er geen bomen voor gekapt hoeven worden. Ja, dus dat is eigenlijk de grootste winst in het duurzame verhaal. Heel mooi, want ik zie hier ook hartjes liggen. Ik kan wel zeggen dat jullie het werk met je hart doen. Ja zeker. Dit is ook een nieuw product wat we hebben. Dit heet Bloementroost. En dat is bedoeld voor uitvaartverzorgers die in gesprek zijn met een familie waar kinderen bij betrokken zijn. En de kinderen kunnen dan kleuren en er zitten zaadjes, dus bloeipapier. En dan kunnen ze later met een uitvaart of een mooi moment op een mooi zaaien. Hè, zodat ze daar een mooie herinnering aan hebben. Ja, ik ben Suzanne Doornbos en ik ben houtdraaier. En ik maak onder andere urnen in opdracht, maar ook deze kleine doosjes. Ik weet niet of je ze kan zien. Ik noem dit troosthout. Je kunt er een dierbare herinnering in bewaren. Of een beetje as. En dan kun je het lekker vasthouden. Vanuit die gedachte geef ik ze vorm. Ik draai ze zelf. En verder heb ik een aantal mini-urnen. In verschillende kleuren met verschillende materialen die ik maak. En alles van duurzaam hout, Hollands hout, luchtgedroogd hout. Hoe bent u op dit idee gekomen? Dat is wel heel bijzonder. Ja, hout is fijn om vast te houden. En ik maak ook woonaccessoires. Maar voor mij is het fijn als er betekenis aan zit. Dus ik ga me steeds meer toeleggen op het maken van urnen en mini-urnen en troosthout.
Dag Maya, wij staan hier tegenover jou met de kraam. Dus, en we vinden het wel heel bijzonder wat je doet, wat je hier allemaal hebt liggen. Wat doe je precies? Ik werk vooral met schapenwol, dus het is een natuurlijk product. Ik maak vooral waarden voor mensen, vaak in opdracht. En ik maak accessoires en allerlei andere dingen, kokonnetjes voor baby's. Wat ervaren mensen dan? Want waarom zouden ze dit dienen te doen? Nou, wat ik merk is dat ze kunnen ten eerste bepalen dat hoe ze het willen, de kleur. Dat kan trouwens alleen maar als ze nog niet overleden zijn. En de aanraakbaarheid is veel, veel groter bij een waarde. En dit wordt gemaakt van merino wol. Dus het is heel zacht, heel aaibaar. En je krijgt gewoon een heel andere sfeer als met een gewone kist. Dus even voor mijn beeldvorming, mensen liggen dan niet meer in een kist, maar ze liggen helemaal in de waarde. Zeg ik dat goed? Ja. Kist is niet meer nodig. Je krijgt een baar en daar ligt de waarde op. En mensen worden erin gewikkeld en vilt zijn materiaal, wat goed, waar je niet de echte contouren ziet, want dat mag in Nederland niet. En het is. Mensen ervaren het gewoon als heel mooi. En hoe ben je op dit idee gekomen? Ja, ik heb wel een echt iets met de dood, met het overgaan terminale. Ik werk ook in een hospice. En een van mijn kinderen is overleden en dat heeft denk ik ook bijgedragen aan dit. Die moest dus nog in een kistje, want toen was dat er nog niet. Dus daarom maak ik nu ook die kleine kokonnetjes voor baby's en kinderen. Dus je hebt, want dat is wel heel tragisch wat er dan gebeurt, dus je hebt het omgezet in een kracht. Zeg ik dat goed? Ja. En ik vind dat er meer aandacht voor de dood mag komen. En ik vind sowieso dat er aandacht besteed mag worden aan afscheid nemen van mensen. En daar wil ik dus een bijdrage aan leveren. Ik vind de dood helemaal bij het leven horen. Dus voor mij is het eigenlijk heel normaal dat we daar aandacht aan besteden. En dat mensen er ook over nadenken. En het gebeurt al steeds meer. Want er komen steeds meer mensen, terwijl ze nog niet eens ziek zijn. En die bestellen dan een waarde. Want dan kan ik het dus helemaal maken zoals ze willen. Qua kleur, vorm. We zijn weer een stukje verder gelopen en dan staan we bij Tony. Nou, dankjewel dat we jou even wat mogen vragen. Wat doe je hier, Tony? Ja, ik sta hier met mijn bedrijfje Shakti Bloemenmala, zoals je kan zien. En ik maak bloemenmala's. Dus dat is een mala die je eigenlijk aan elkaar rijgt aan een draad, aan een linnen draad. En dan krijg je een mala. En wat is de betekenis daarvan? Het maken van een bloemenmalen, dat is al heel erg mooi. Dus je hebt natuurlijk twee dingen. Je kan een bloemenmalen zelf maken, maar je kan ook een bloemenmalen geven of bestellen. Als je het maakt, dat is echt heel bijzonder, want het is een soort meditatief proces. Dus je bent in het moment bezig, je bent met natuurlijke materiaal bezig, natuurlijke bloemen, mooie kleuren, ze geuren, je hebt mooie structuren. Dus je bent echt in het moment bezig, waardoor het heel rustgevend is. Als je het geeft, is het ook heel bijzonder, want je kan het in alle vormen leggen. Dus hier hebben we het in een ronde vorm gelegd. Je kan het bijvoorbeeld ook in een hartvorm leggen. Of op de kist bijvoorbeeld, omdat we hier op de uitvaartmarkt staan, hebben we ze vaak aan de weerszijde van de kist. Als een soort omlijsting met een tros, grote tros voorop afhangend. Dus eigenlijk net wat je wilt. Het is heel flexibel. Je stopt er heel veel liefde in. Ja, dat is zeker zo. En dat zie je eigenlijk ook. Dat zie je en dat voel je ook. Die toewijding die je erin legt, die liefde die je erin legt, of waar je dat mee doet, dat zie je dan weer terug in het resultaat. Ja, heel, heel mooi wat je doet. Heb je nog een ervaring dat je zegt van die is wel heel bijzonder geweest met mensen die je wilt delen? Ja, ik heb een uitvaartzorg meegemaakt met een jongen. Ik ben ook 33 jaar verpleegkundige geweest. En die jongen heb ik 11 jaar in zorg gehad. En die overleed toen hij 12 was. En die ouders wilden ook een bloemenmaler. En wij hebben ook met ons team van verpleegkundigen hebben ook een bloemenmaler gemaakt. Een hele lange. Dat is bijvoorbeeld die daar op de foto. Die op de kist kwam te liggen. En die hebben we met z'n allen, met het hele team, hebben we die lange mala met een paar ervan op die kist gelegd. Dus we kwamen met z'n allen naar voren en met een paar hebben we die op de kist gelegd. En dat was ook een mooi ritueel om te doen. En in die ervaring heb ik dus eigenlijk, had ik twee petten op. Want ik was en de verpleegkundige en ik was de bloemstyliste die de bloemenmalers maakte.
En dat gaf een hele bijzondere ervaring, want ik kon ervaren hoe troostrijk het was, voor mij ook. En ik voelde me helemaal omringd door die bloemen. Ik was continu met die bloemen bezig. En het was net alsof ik die liefde gewoon continu om me heen had. Het was heel bijzonder. Wij staan hier bij een mooie kraam met allemaal mooie schilderijen. Dus ja, ik hoor graag van Sarah, wat maak je hier? Ik maak afscheidskunst, of eigenlijk herinneringskunst. En dat doe ik met rouwbloemen van mensen die zijn overleden. Die merken vaak dat bloemen met heel veel liefde worden uitgezocht voor iemand. Vaak speciale bloemen, een bloem met een betekenis of een bepaalde kleur. En vervolgens verwerk ik die eigenlijk onder een etspers. Dus ik druk de bloem af en daarmee ook het stadium van de bloem. Het zijn vaak nog echt bloeiende bloemen of planten die gebruikt worden. En daarmee leg ik ook het stukje leven wat die plant in zich heeft op dat moment dat die is gebruikt, dat leg ik vast. En daar kunnen mensen een kleur in kiezen wat ook bijvoorbeeld past bij degene die overleden is. Of misschien ook gewoon bij het interieur past, dat kan ook. Maar het kan ook zijn dat mensen na het overlijden van iemand het huis moeten verkopen en een tuin die daarbij heel dierbaar was ook willen vastleggen. Dus dat kan ook met planten uit de tuin. Een natuurgebied waar iemand heel graag kwam, dat zou ook kunnen. Dus op deze wijze verwerk ik planten en bloemen. Ja. Wauw. En hoe ben je op dit idee gekomen? Want het is wel een uniek idee. Nou, dankjewel. Ik ben zelf beeldend kunstenaar en ik werk heel veel vanuit de natuur. Dus voor mij was het best een logische stap om, naast dat ik heel erg gefascineerd ben door de natuur en alle groeisterf en bloeiprocessen, om dat ook voor anderen iets te kunnen betekenen. Daarnaast merk ik dat het iets minder letterlijk is dan op de foto aan de muur. Hè. Mensen weten zelf wel het verhaal erachter, maar het is iets subtieler om te hebben. Ja. Is het ook meer dat mensen dan een eigen verbeelding kunnen laten spreken? Want normaal wat jij zegt met de foto, dan ligt het helemaal vast. En nu is het toch iets unieks. Het is een soort schilderij. Het roept ook wel leven op. En dat is vooral omdat planten vaak toch wel organische vormen hebben. En je hebt ze vastgelegd in een bepaald stadium. En de kleur zegt vaak ook nog wel wat. Dus dat gevoel van leven, dat iets voortleeft. Maar wat wel verbonden is aan diegene die is overleden of aan een herinnering, dat vind ik wel heel erg mooi zelf. De mooiste feedback die je hebt gekregen of het mooiste herinnering, wil je die delen? Jazeker, ik heb hem zelfs ook wel benoemd. Dat was iemand die had het werk groot opgehangen eigenlijk in de woonkamer. En die zei elke ochtend loop ik daar langs en dan krijg ik echt een glimlach op mijn gezicht. En dat doet me heel erg goed, want die was echt, zat echt wel in een rouwperiode uiteraard. En dat alleen al, dat iemand dan gelijk een fijne herinnering krijgt, dat vind ik heel prettig. Het ging ook om een herinneringswerk wat heel veel felle kleuren had. Dat was iemand die heel optimistisch was, die was overleden en heel creatief. En dat had ik ook wel verwerkt in de kleuren van het werk, op aanvraag van de nabestaanden. Het is mooi om dat terug te horen, ja, absoluut. Waar heb je voorheen gedaan? Want je bent hier niet mee begonnen natuurlijk. Nee, ja, ik heb de kunstacademie gedaan en altijd met planten bezig geweest, dat wel. Maar echt afdruk onder de etspers, dat is iets van de laatste 4-5 jaar waar ik veel mee bezig ben. Ja. Want heb je zelf ervaring omdat je dit bent gaan doen, zeg maar? Want vaak gaat er zelf een interne transformatie aan vooraf. Ja, nee, dat niet zozeer. Wat ik wel merk, ik ben een beetje anders opgevoed zonder computer, tv en dat soort dingen. Dus wij waren heel veel buiten, vroeg altijd in de natuur. En ik denk dat je dan wel een bepaalde kijk ontwikkelt op, omdat je zo vaak in die omgeving bent, zeg maar. Dus dat doet wel wat, ja. Nou staan we bij de organisator van dit evenement, Bert Jansen Venneboer. Bert, is dit genieten? Ja, dat is genieten. Als je als voormalig hovenier hier in de tuin van het klooster Emmes kunt staan en dit mag en kunt organiseren, dan ja. Wat doe jij eigenlijk? Ik ben uitvaartbegeleider, dus ik verzorg uitvaarten. In principe doen wij alle uitvaarten, maar vanuit mijn achtergrond vind ik het heel mooi om groene, maar ook nu duurzame uitvaarten te mogen begeleiden. En dat is ook de insteek van vandaag om mensen te inspireren en te laten zien wat tegenwoordig allemaal mogelijk is bij een uitvaart. En als je daar iets groens of juist iets duurzaams, hè, we leven tegenwoordig, iedere dag komt het woord klimaat en duurzaamheid bij ons, kom op je tafel. Nou, dan is het hartstikke mooi dat je bij het laatste moment, dat je daar ook een stukje duurzaamheid in mee kunt nemen. En dat is wat we hier vandaag willen laten zien met al die deelnemers, die ieder hun
specialiteit hebben. Want jij zei van tevoren nog, ik ben eerst hoevenier geweest. Ja. Van waar die switch, zeg maar, want dit is weer heel iets anders. Ja, dit is heel iets anders. Eerlijk gezegd, ja, als hoevenier is gewoon heel zwaar lichamelijk werk en wel heel mooi. Dus ik heb altijd gedacht, nou, ik moet nog eens even wat anders doen. Dat leek me heel mooi. En de dood, dat intrigeert mij op een of andere manier. We praten er allemaal heel makkelijk of juist helemaal niet over. Maar ja, wat is de dood? Ik bedoel, dat is toch iets ja, wat ongrijpbaar is. En georiënteerd en uiteindelijk die stap gemaakt. En ik vind echt, het is nog mooier als ik dacht dat het was. Wat zo mooi dat je op die moment dat nabestaanden iemand nodig hebben die ze gewoon bij spreken bij de lurven pakt en meeneemt. Ja, dat is prachtig. Je doet het samen met je vrouw? Klopt. Ja, we doen het samen. Ik ben het gestart. Allerlei redenen, ja, zag zij ook van goh, wat ik doe. En zeker de manier waarop ik het doe. Is eigenlijk na de eerste uitvaart heeft zij een stukje financiën gedaan. En zo zoetjes aan vond ze het toch steeds mooier. En ja, nu doen we het samen. Dus dat is ook heel fijn dat je het samen kunt doen. En ook een markt als vandaag. Ja, als ik het alleen moest doen thuis, ja, dan... ging dat niet lukken. Wat heeft dat voor jullie samengebracht dat je dit samen bent gaan doen? Nou, ik vind het gewoon heel mooi dat je dat als man en vrouw kunt doen. Dat je samen tegenover elkaar zit op kantoor en spart en nadenkt. Ik heb mijn kwaliteiten en zij heeft haar kwaliteiten. En dan zegt zij iets, verrek, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Maar ook andersom, ik ben heel praktisch, heel logistiek. En zij is wat rustiger en denkt van, maar moeten we het niet zo doen? Dan denken sommige mensen misschien, er staan allemaal concurrenten hier. Nee, dat zou je zeggen bij een beurs waar iedereen zijn hartje probeert te verkopen. Maar juist, ik denk sowieso de omgeving roept dat niet op. Maar ook de deelnemers die hier staan. Sowieso niet mensen uit de traditionele uitvaart. Wat die mensen maken en wat ze vertellen doen ze naar hun hart. En de verdienste is vaak twee. En dat geeft een soort verbondenheid met elkaar. Het is de tweede keer dat we het organiseren. Vorig jaar was het ook hier in Velp. En wat mij toen na de hand het meest... opviel of bewonderde is de samenhang van de deelnemers. Ja, we hebben ook zulke mooie gesprekken. Die hebben echt belangstelling voor een duurzame, een groene uitvaart. Het openingsritueel vond ik ook heel bijzonder. Hoe kwam dat tot stand? Wij werken veel samen met ritueelbegeleiders. En wat doet een ritueelbegeleider? Die begeleidt de ceremonie bij de uitvaart. Dat is echt een vak. En vaak wordt daar een symbool of iets gebruikt om betekenis te geven. Nou, vorig jaar hebben we dat met zonnebloemen gedaan en nu hadden we dus de bloemenband. Hè, dus een band die je om de kist kunt doen waar nabestaanden allemaal bloemen in kunnen steken. Nou, dat hebben we nu met jullie, met de deelnemers gedaan. Dan start je samen dus zo'n markt met een ritueel, met iets wat betekenis heeft. Nou, en op die manier ga je ook weer terug de tuin in en ontmoet je de bezoekers. Dag Anja, wat leuk dat jij hier ook bent, want samen met Bert heb je dit georganiseerd. Wil je ons even meenemen hier naar het mos? Het is een moscirkel en er wordt duurzaam wordt het geplukt, het mos. En het kan dus op de kist komen te staan tijdens de uitvaart. En naderhand kan het thuis opgehangen worden als duurzame herinnering. Maak jij dat zelf? Nee. Dat is Mathieu uit Wamel die dit maakt. Want jullie doen dit samen. Hoe is jouw leven veranderd? Ik vind het heel mooi dat ik mensen kan helpen. En ja, het is gewoon fijn om te zien hoe mensen hun nabestaanden kunnen herinneren. En hoe om dat vorm te geven. Dat is mijn nieuwe vriendin, we hebben allebei de partner verloren. Dus ja, dan ga je te denken, we hopen dat we nog heel lang samen gelukkig kunnen zijn. Dus ja, je bent er wel mee bezig, maar eigenlijk niet intensief. Het is best heftig dat je de partners hebt verloren, allebei. En wellicht veel troost aan elkaar kunt vinden. Ja, lang alleen gezeten samen. Zij apart en ik apart. En dan kom je smiddags of 's avonds kom je thuis en je hebt iets meegemaakt. Maar je kunt het tegen niemand vertellen, je zit tegen de muur aan te praten. Hè. Kijk, en nou heb je elkaar samen. Je eet samen, samen boodschapjes doen. En kijk, dan heb je iets. Ik bedoel, als je alleen bent, ja. Dan denk je op wat je mist dan, hè? Wat je gemist hebt. Door dit gebeuren ben je bewuster overal over na gaan denken? Ben je bewuster gaan leven? Je geniet meer van dingen, laat ik het zo zeggen. Dat je dit nog mee mag maken, je denkt van, je hebt dus ik mijn vrouw verloren en zij de man. Dan denk je van, dat is het einde. Dan denk je, hoe moet ik nou verder alleen?
is. En nou heb je elkaar getroffen, dan heb je toch weer een doel om te leven. En dan, ja, je kijkt natuurlijk verder vooruit, want we komen allemaal aan de beurt dus. En dan vind ik dit wel ja, echt iets om te bezoeken. We staan nu bij Jolanda en Tieme. Die stralen hier, want ja, jullie doen wel iets heel bijzonders. Ja, wij maken urenbootjes. Dat is ontwikkeld. En ja, die zijn dus, worden dus gemaakt voor het verstrooien van as op water. En dat gaat op deze manier gewoon heel, heel rustig en waardig. Ik heb ze ontworpen naar aanleiding van een opmerking van een vriend van mij. Die ooit zei van, hey, zou je eens iets kunnen maken om de verstrooiing van as op water heel waardig te laten verlopen. Want ja, als je met gewoon een bus met as langs de kant van het water staat en je gooit hem leeg, ja, dan is het, ja, dat is het moment eigenlijk, ja, het is eigenlijk gelijk voorbij. En er kunnen van allerlei dingen gebeuren met die as waarvan je denkt van, ja, toch ook liever niet dat je die tegen je aankrijgt, dat hij weer terug komt drijven, dat er van alles mee gebeurt. En toen dacht ik, ja, het woord uitvaart, ja, hoe letterlijk kun je het nemen? Dus ik ga eens kijken naar of ik daar een bootje voor kan maken. En dat je de as in het bootje doet en dat het bootje heel langzaam onder water verdwijnt. Nou, en dat heb ik ontwikkeld. En we maken ze. Het duurt ongeveer een kwartier voordat zo'n bootje onder water verdwijnt. Die tijd die je dan samen doorbrengt op de kade of op een schip of waar dat je dan ook maar bent met die verstrooiing, dat doet iets met je. Als op een gegeven moment een kist onder de grond verdwijnt, dan is dat een heel duidelijk eindpunt in een heel proces wat je hebt doorgemaakt. Waarbij een crematie, ja, dan wordt het lichaam wordt gecremeerd en 30 dagen later krijg je die as pas een keer mee. En dan ga je weer een keer door die hele emotionele molen heen. Maar heel veel mensen weten ook niet, ja, wat doe je dan met die as en hoe doe je dat? En oh, eng, je moet vooral niet aanraken. Kun je as gewoon, kun je gewoon aanraken en kun je van allerlei dingen mee doen. En nou ja, als je dan dus een bootje gebruikt, een urenbootje, dan doe je daar rustig de as en je zoekt eerst een plek op. Denk van, dat is nou zo'n mooie locatie, daar heeft die persoon veel mee, of heb je zelf gewoon wat mee. En dan ga je met het urenbootje erheen, met de familie gaat mee. Meestal zijn de groepen ook groter die een urenbootje gebruiken dan een gewone verstrooiing. En ja, je doet dan de as, iemand doet de as in het bootje, je legt er meestal wat bloemen op, iemand legt het bootje in het water en je zet het af. En dan krijgen ze letterlijk zo'n laatste afscheid. En dan sta je nog met z'n allen ongeveer 10 minuten aan een kwartier te kijken naar hoe dat bootje heel rustig van je afdrijft en onder water verdwijnt. En dat laatste moment, dat gebeurt nog, dat duurt altijd net een beetje langer dan dat je verwacht. Want iedere keer denk je van, ah, nou gaat hij. En nee hoor, dan blijft hij toch nog even drijven. En nou ja, je maakt er gewoon echt een heel mooi moment van. Ik sta hier nu bij twee mensen die hier in het mooie klooster wonen. En wat hebben jullie in de hand? Lekkere aardbeien. Hoe komen jullie eraan? Nou, die hebben je net geplukken hier in de tuin. Want, die worden vers. Ja, dat groeit hier, hè? Zijn hier lekkere aardbeidjes, ja. Die komen er uit de supermarkt? Nee, die komen uit de tuin hier. Ja, want het klooster, want ze hebben hier een grote tuin en ze verbouwen alles zelf. Dat zie je wel. Het is allemaal 100% biologisch. Ja, en 100% biologisch, ja. Ja. Zien jullie er daarom nog zo gezond uit? Is dat het geheim of zo? Ah, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik woon hier nou in het klooster, dus voor mij is het al daar vakantie. Ja. Oh ja, mooi, mooi. Wil je eens proeven of ze lekker zijn? Ja. Ja, wat gaat er dan door je heen? Ja, lekker natuur, hè, allemaal. Ja. Lekker zoet. Ja, zoet. En zo staan we hier ook, zeg maar, de mensen die hiervan natuurlijk afscheiden allemaal. Ja, ook allemaal puur natuur. Ja, ja. Hoe ervaar je dat? Wat hier aan de... Nou, ik heb wel gezien dat je toch zelf van tevoren moet beslissen wat je wil doen. Want ik zeg net al, als ik heb in mijn testament wel laten beschrijven dan, dat ik gecremeerd wil worden. Maar ja, dan is het ook, als het zover is... Dan moet de familie of de naaste, die doet de rest, zeg maar. Maar als je zelf naar voren dan beslist hoe dat je het wil doen, of waarin, of noem maar op. Nou, dat is misschien toch wel een optie om dat te doen, ja. Nou, ik vind het onderwerp, de dood, vind ik echt heel bijzonder. Dat is wel echt een onderwerp waar ik, waarvan ik voel dat vind ik interessant om het over te hebben. En ook de manier zoals de mensen dat hier presenteren, of eigenlijk ook...
Ja, een stukje gevoel inbrengen. Echt gewoon ook de verbinding met de natuur. Want ja, dood en leven, we zijn toch verbonden met de natuur. Want de natuur is ook zeg maar leven en dood. En door de dood ontstaat er weer leven, zeg maar. Dus die cyclus. Hoe kijk je zelf naar de dood? Ik zie de dood niet als een eindpunt. Ik zie het als een nieuw begin. En we zijn natuurlijk wel opgegroeid, merendeel in deze westerse beschaving, met het idee van, oh, dood, dat is allemaal eng en dat moet allemaal snel in de kist en onder de grond. En ik heb het idee dat heel veel mensen bang zijn voor de dood. Ik heb dat zelf niet zo. Nou, ik heb wel een keer een ervaring meegemaakt dat ik dacht dat ik dood ging, ja. Toen kreeg ik een hart, kreeg problemen met mijn hart. Ik ben er wel veel mee bezig met het leven en dus ook met de dood. Ja. Met mijn eigen leven. Van, ja, waarom ben je hier? Ja. Weet je, wat heb ik hier te doen? Ja, maar maakt ook heel veel in gezonde voedsel en zo allemaal. Hè. Gezond leven doet hij, ja. Ik kijk dat niet zo nauw. Ik eet altijd maar wat lekker is. Maar maakt echt, die maakt echt eet ik daar wat biologisch is, ja. Zijn wij daarom even groot? En Maat eet heel gezond, die is gewoon groter geworden. Ja, ja, en zijn haren, hè, zijn haren denk ik ook. Ja. Goed, leuk, dankjewel mannen voor deze mooie boodschap. Ja. Ik sta hier bij Casper van Oorschot. Dat klopt. En van de... Carousel Groen uit Schaik, een onderdeel van Brabant Zorg. Wij hebben hier de horeca en de zalen die wij onderhouden. Waar we ook voor zorgen dat er horeca gedeeld is, eten, drinken, slapen. Dat de gasten eigenlijk niks ontbreekt die hier komen. Okay. Dus we kunnen bieden rust en kwaliteit. Ja. Dat is wat we doen met onze assistenten die bij ons werken. Officieel hebben ze mij kwaliteitsconsulent genoemd. Maar ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de hele horeca bakkerij binnen de Nieuwe Hoeve Schaik. Waar Carousel Groen gevestigd is. En hier op de Ebbouws Klooster. En de Carousel Groen is weer een onderdeel van Brabant Zorg. Dus eigenlijk een vernieuwend zorgconcept waar wij mensen met de achterstand op de arbeidsmarkt weer laten meedoen. Die weer ertoe gaan doen bij ons. Oké, bijzonder. Bijzonder om dat ook te doen, toch? Of niet? Of dankbaar? Heel dankbaar, heel dankbaar. En elke dag dat ik met die mensen mag werken is voor mij een uitdaging en een plezier, want heel veel leer ik van ze. Het is niet zo dat ik hun veel dingen leer, maar ze leren mij heel veel. Wat leren ze jou bijvoorbeeld? Om ook eens op een andere manier te kijken, op een andere manier te denken. Omdat hun al vaak gehoord hebben, dit kunnen jullie niet, dit kunnen jullie, dit kunnen jullie niet. Maar uiteindelijk kunnen ze allemaal iets heel bijzonders. En als je daarnaar kijkt, ja, dan leer je gewoon heel veel, vind ik. Ja, zonder een naam te noemen heb ik hier een persoon rondlopen. Die is begonnen bij ons. 3 jaar geleden vanuit Graven is hij als assistent gekomen. En die is uiteindelijk zover dat hij bij ons producten zelf maakt. Dus likeuren, chocolades, bonbons. En die worden verkocht in diverse locaties hier in de omgeving. Die heeft zichzelf zo ontwikkeld. En die heeft gewoon op een gegeven moment een liedje gemaakt met diverse assistenten. En daarin heeft hij gezegd, het liedje welkom bij Carousel Groen. En wat Carousel Groen voor hem betekend heeft. Hij noemt ons ook altijd zijn familie. Dag Miranda. Hallo. Wat doe je hier? Ik ben hier voor de sterfbegeleiding die ik hier geef. Hoe heet dat? Ik ben van geliefd en gedragen. En ik wil op een bijzondere manier afscheid nemen met mensen. Door mensen zelf aan het werk te zetten om bepaalde dingen nog te doen, herinneringen te maken. Of door een aromatherapie. En op die manier nog alles uit het leven te halen voordat de laatste adem wordt uitgeblazen. Nou, wat het mooie is, nu ik u zo zie, u bent ook heel actief op Facebook volgens mij. Zeker, heeft u mij al gezien dan? Ik ben zelfs een volger. Nou ja, dat is mooi. Ja, ik ben heel actief, ja. Ben je je hart gaan volgen? Zeker, ja, mijn passie. Mijn roeping, whatever wat iedereen het noemt, ja, het is mijn alles. En het is ook niet, de naam geliefd en gedragen zegt het al genoeg, weet je, dat krijg je niet zomaar. En dat is een gevoel van binnen en dat straal je uit. Wat heb je voorheen gedaan dan? Ik zat als verzorgende in het ziekenhuis. Ja, en dat werd me... het is heel mooi, maar de druk was te hoog. Richting de COVID heb ik een stukje meegedaan. En dat was voor mij... toen was het klaar. En toen kwamen er... Ik heb een aantal studies gedaan. En daarna is geliefd en gedragen ontstaan. Ja, en als je ziet hoeveel dat je handen uit kan steken naar mensen, netwerken. Hoe mensen je zien en hoeveel gesprekken ik krijg. Heel mooi. Ja, dan spreekt mijn hart. En dan denk ik, als ik dat kan betekenen voor mensen, ja. Want ik zie jou ook stralen oprecht, dat je, als je het over geliefd en gedragen hebt. Dus dan, dat is helemaal voor mij.
Dan komt er een vraag bij mij naar binnen van waar de naam? Ik ben dan best wel gelovig. En ik denk dat God dat me wel heeft toebedeeld, ja. En dat is ook zomaar in één keer, want ja, dan bid je voor een bepaalde naam. En wat zal ik dan heten? Ja, geliefd en gedragen. Ja, mooier kan je het niet hebben. Want ik voel mezelf ook geliefd en gedragen, dus ja. En dat kan je doorgeven. En wat is jouw mooiste ervaring tot nu toe, dat je denkt van, die was wel heel bijzonder? Het was toch in het ziekenhuis. Ja, dat is dan heel raar, hè. Maar die mevrouw, die kwam in mijn ziel. En op dat moment, als je een hand aanraakt, dan is dan zo'n bepaald gevoel wat je kan betekenen. En het enige wat ze zei van, je mag mijn hand vasthouden. En als je dan zit en als iemand dan zijn ogen sluit en dan echt zo een adem geeft, dan denk ik van, ja, weet je, dan moet je daar zijn. Ik sta hier nu bij Leandra, ook een heel bijzonder verhaal, Leandra, want jij staat hier met dubbele gevoelens of een dubbele betekenis. Ja, 12 mei jongsleden is mijn vader overleden. Van een springlevende, vitale man van 78 die een hartinfarct heeft gekregen en 11 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen met allerlei complicaties en geen bewustzijn meer. Dus ik heb afscheid moeten nemen van mijn vader en ik heb... Dankzij Miranda heb ik heel veel steun aan gehad. He, van wat kun je nog doen voor iemand? Wat kun je nog, hoe kun je iemand nog comfort geven? Hoe kun je iemand laten weten dat je er bent als er geen contact meer is? Maar ergens is er toch dat lijntje. He, ook al is er geen praten meer, maar ergens vanuit het hart is dat lijntje er nog. Maar ook, hoe persoonlijk kun je een afscheid maken? We hebben een heel mooi, warm, liefdevol afscheid kunnen geven aan ons pap. We hebben een ziekenzalving kunnen geven met de geestelijk verzorger van het Jeroen Bosch ziekenhuis. En dat was al heel persoonlijk. Die heeft de mensen om ons paps bed heen mogen verbinden. Wij hebben het lijntje door mogen trekken van één liedje van Ad de Laat wat hij had gebruikt, De Zomer van het Leven. Dat hebben wij kunnen gebruiken in het afscheid van ons pap met een ritueelbegeleider die ons daarbij geholpen heeft. Ik heb een persoonlijk verhaal mogen schrijven en mogen brengen aan ons pap. Dus wij kijken nu terug, verdrietig, maar ook met een heel goed gevoel van liefde en warmte en ergens ook van vrede. Want ons pap heeft het niet alleen gedaan en wij hebben alles gedaan voor ons pap, maar ons pap heeft alles gedaan voor ons in al die tijd. En wij hebben zeg maar dat in woord, gebaar, in gevoel, in geur, in zijn, terug mogen brengen. Ja, we staan weer bij een andere kraam, bij Noortje en Lou. En er staat hier in liefde verbonden. We mogen natuurlijk allemaal op zoek naar meer liefde gaan. Dus ik ben benieuwd wat ze hier doen. Willen jullie hier iets over vertellen? Noortje en ik zijn hier namens Natuurbegraven Nederland. Noortje werkt op Natuurbegraafplaats Maashorst en ik op Natuurbegraafplaats Landgoed Mokerheide. En omdat wij allebei in deze regio onze natuurbegraafplaats hebben, dachten wij, gaan de krachten bundelen en samen de stenten bevrouwen. Wat wil dat nou zeggen, een natuurbegraafplaats? Natuurbegraafplaats is een plek in een natuurgebied voor eeuwig, althans in ons geval. Wij zijn natuurbegraafplaatsen die vallen onder Natuurbegraven Nederland. En we hebben een samenwerking met onder andere Natuurmonumenten. Dus dat zorgt ervoor dat onze gebieden, nadat de laatste personen begraven zijn, overgenomen worden. Dan dragen we het gebied over aan Natuurmonumenten of de gebieden zijn er al van. En daarmee garanderen we dat het voor altijd een eeuwig natuur blijft, ook voor de generaties na ons. En dat vinden heel veel mensen een mooie gedachte. Dat het is dus heel ontzorgend. Dus mensen hebben geen zorg om het graf. De natuur zorgt er zelf voor met een beetje hulp van onze natuurbeheerders. Wat is het nog meer dat mensen ervaren bij jullie? Ze hebben hun dierbaren daar begraven en komen daar op bezoek. Maar ja, gaan ook een wandeling maken in het natuurgebied. Gaan misschien picknicken als daar een verjaardag is of een sterfdag. En zien eigenlijk de seizoenen weer veranderen en ook ja, missen dan die persoon wel, maar ja, ervaren ook troost dat de natuur doorgaat en dat het leven doorgaat.
Wij doen samen boodschap vanuit mijn hart. Dus wij doen mensen interviewen die op het einde van zijn of haar leven zijn. Of in ieder geval in de herfst of winter van het leven. Om zo nog iets moois na te laten. En gisteren ben ik bij mensen geweest. Dat was in de buurt van Utrecht. En die vrouw had haar vader laten interviewen. En we hebben 40 minuten. Heeft ze met verbazing naar het filmpje gekeken. En ze zei. De mooiste feedback die ik kreeg. Ver boven mijn verwachting. En ze was diep ontroerd op de positieve manier. En ze zei. Heel veel dingen wist ik van mijn vader nog niet eens. Dus ja, dan is onze missie geslaagd en daar word ik blij van. Dus dat doen wij. Wij maken herinneringen blijvend. Kijk, hier wordt heel veel handwerk verricht. Volgens mij zit hier heel veel liefde in wat gemaakt wordt. Zeg ik dat zo goed? Dit is gemaakt van eigen geteelde wilgeteen, grotendeels. En inderdaad met liefde gemaakt. Het is allemaal handwerk, ambacht, vlechtwerk. Allemaal biologisch, allemaal van Nederlandse bodem. Ja, wij zijn in Stijl en we zijn anderhalf jaar geleden met de Wilgenstudio gestart. Sven zat al langer in het vak van ambacht en ik ben het via Sven gaan leren. En eigenlijk door overlijden van een vriendin, haar dochter, hebben we er eentje eerst in mijn tuin gemaakt, een grafmand. En toen later nog een jaar later voor een goede vriendin van mij. En toen hadden we zoiets van, jeetje, dit vinden we eigenlijk zo mooi. Hier gaan we ons werk van maken. Dus, eigenlijk is dit dus ontstaan doordat er mensen zijn overleden die jullie heel dierbaar waren. Klopt, ja daar is het eigenlijk wel uit ontstaan. Ja. Dus het is ook een soort van blijvende herinnering. Je bent dit dus aan het maken. Er is iets nieuws geboren hieruit. Hoe voelt dat voor u? Mooi, want nou ja, wij zijn ook nog niet eens zo heel lang een stel. Dus dat is dubbel mooi eigenlijk. Ja, het is eigenlijk ons kindje. Wat doet dit met jou als je dit aan het maken bent? Nou, in principe wat je steeds voor ogen houdt is dat je het maakt voor een heel persoonlijk afscheid. En dus kies je er eigenlijk voor om het altijd met aandacht te maken. Je let eigenlijk heel erg op de details. Hè. We zijn natuurlijk een klein bedrijf, dus het is heel persoonlijk. En dat is eigenlijk ook wat je probeert mee te nemen. Dat je niet. Wij hebben ook echt al gezegd, we willen geen productie. Gewoon heel persoonlijk houden. Hè, het liefst hebben wij dat mensen ook gewoon bij ons in de werkplaats komen. Kun je ons bezig zien en dan kun je echt gewoon een keus maken met wat je mooi vindt. En van daaruit kunnen wij verder maken. En dan maken wij het ook. Het werkt veel fijner met de intentie dat je weet voor wie je het maakt. En dat is eigenlijk wel wat wij graag willen. Wat is het meest bijzondere wat je hebt mogen ervaren na dit maken allemaal? Nou, dat wij het nu met z'n tweeën kunnen doen. Ja, ja. Ja, we zijn een aantal jaren een stel, maar wij kenden elkaar al van vroeger. En toen zaten we ook in het creatief vak. En ja, dat vind ik eigenlijk wel het meest bijzondere. We staan hier bij Anneke, langs Sven en Hedy. Zij werkt ook mee samen om de onderzijde te maken, zeg maar. Maar jij doet ook iets heel bijzonders. Ik mag de bovenkant maken van de schalen en van de baren. Die maak ik van vilt. Op een dag kwam Sven bij me. Sven woonde voorheen in mijn dorp. En zo kwam hij bij mij terecht. Hij vroeg of ik een waden voor hem wilde maken. Ik had toen nog helemaal geen waders gemaakt, maar hij kwam helemaal op het goede moment, want daarvoor heb ik heel veel kleding gemaakt, kleding van vilt. Daar was ik mee gestopt, omdat ik het veel te druk had, omdat ik ook wandobjecten maakte van vilt, workshops gaf en mijn tijd was op. Hij kwam voor een wade en dat speelde al in mijn achterhoofd en toen dacht ik, ja, dat moet ik dus gewoon gaan doen. En die wade is dus een laatste jas gaan heten, ook als mijn collectie stopte, maar dit is een laatste jas, dus het laatste object van mijn collectie. De jas heeft dus knopen, de jas heeft zakken, je kan de overledene wat meegeven in de zakken. Hoeveel werk kost nou zoiets, om zoiets te maken? Het is een klusje, maar mensen kunnen het ook zelf doen, die kunnen bij mij komen, we bespreken hoe gaat het eruit zien, gaan we samen een jas maken. Als we weten wat er gaat gebeuren, als we het ontwerp weten, dan hebben we van 2 dagen genoeg. En dan gaan we met 3 mensen aan het werk. Okay, en als je hem samen maakt met de mensen, wat doet het met de mensen? We hebben hele mooie gesprekken. En de gesprekken gaan vooral over het leven.
Het is prachtig. We zijn aan het werk en wat blijkt, deze dame heeft kleuren uitgekozen van de kat die op een of andere gekke manier bij haar is gekomen. Een kat met groene ogen, een hele bijzondere kat. Grijze haren, groene ogen. Dus. Maar ik krijg hele geschiedenissen te horen van de mensen en ja, dat mogen we samen delen. Ja, dus mensen kunnen ook heel veel verwerken dan? Zeker, zeker. Dus ja. Het is niet alleen die jas maken? En het is op een hele rustige manier. Heel vaak zijn de mensen gewoon nog helemaal alive and kicking en is er nog niets aan de hand. Maar willen ze het geregeld hebben. Dat is wat jij net ook zei met vlechten. We zijn allemaal verbonden. We zijn allemaal verbonden met vlechten inderdaad. Daar ga je verbindingen aan. Met de vezels van de wol. Die vezels die gaan verbindingen aan met elkaar. En zo gaan we allemaal verbindingen aan met elkaar. Zo voelt het ook echt als ik bezig ben. Dat je één bent. Dat ik één ben, ja. Ook als ik alleen aan het werk ben, maar ook als ik samen aan het werk ben. Ja. Mooi, Anneke. Dank je wel voor jouw mooie verhaal. Ik laat zien dat er bij een uitvaart ook gefotografeerd kan worden. Om de herinnering te bewaren. Ik ontwerp momenteel een nieuwe lijn rouwkaarten en dan kleurrijke rouwkaarten. Ik vind dat daar wat meer kleur in mag terugkomen in de kaarten. Dus twee disciplines, fotografie en ontwerp. En wat doet dat met jou als je gaat fotograferen? Ik vind het heel bijzonder om erbij aanwezig te mogen zijn. Bij een heel intiem en breekbaar moment ben ik toch vaak als vreemde daarbij. In het begin geef ik de hand en stel ik me voor. En aan het eind ga ik eigenlijk altijd weg en met een omhelzing. En ja, heb ik nog hele goede contacten daarna. Dus heel bijzonder. En de fotografie, de beelden blijven ook hun waarde houden. Dus dat vind ik ook heel bijzonder. Mensen die horen wat ik doe, die zeggen van oh, bij een uitvaart is alleen maar verdriet. Maar ik probeer dus inderdaad met mijn beelden juist de verbinding te laten zien die de nabestaanden hebben, de familie heeft. Dat er ook een lach is, ook een traan. Dus eigenlijk die verschillende emoties vast te leggen. Dat ze dan nadien kunnen terugkijken van, oh ja, die herinnering. En dan halen ze vaak ook weer terug naar aanleiding van de foto. Van, oh, daar hebben we gelachen. Oh ja, toen haalden we dit of dat op van onze geliefden. En wat is het mooiste compliment? Nou ja, dat ze me niet gezien hebben. Dat zeggen wel eens nabestaanden die dan weer net een stapje verder van de familie staan. Van, oh, was er een fotograaf? Ja, dan dat, ja, want ik ben er wel, maar ik ben er ook eigenlijk niet. Mm-hmm. Toch doe ik ook wel een stap naar voren en sta ik soms ook echt vooraan bij het aansteken van de kaarsen. Maar ga ik ook weer rustig naar achter op het moment dat het klaar is. Ja, dat doe ik in alle rust. En ik kan zo naast iemand staan en hebben ze eigenlijk geen benul van dat ik er dan sta om het vast te leggen. Dat is toch wel een groot compliment. Dus je bent ook alweer een stapje verder aan het denken? Ja, en dat heb ik me eigenlijk beseft toen ik een foto vond van de uitvaart van mijn opa, waar ik niet bij kon zijn. En ik weet niet, ik voelde iets dat ik dacht, wow, dat ik iets kan zien van hoe het was, hoe de bloemen rondom de kist lagen. Vond ik zo bijzonder dat ik dat dan toch op beeld ook echt kon zien en met mijn vader en met mijn moeder erover heb kunnen hebben. Foto's zeggen veel meer dan woorden, dus... Dus het is ook lastig te verklaren. Ja, inderdaad. En ik zeg ook altijd, ik ben wat minder goed in woorden. Ik ben altijd met mijn grote vriend, mijn camera, kan ik het beeldverhaal prachtig vertellen. Mm-hmm. In woorden wat moeilijker. Maar inderdaad, ja, een beeld vertelt zoveel. En daarom vang ik ook die momenten die zoveel... één foto heeft een heel verhaal. En dat is ook heel, heel bijzonder. Nooit meer is altijd. Het heeft nu lang genoeg geduurd dat je dood bent. Kom maar weer terug. Want nooit meer kan ik niet voelen. Ik kan er niets bij denken. Misschien helpt het als ik eerst probeer te zorgen dat ik het red tot morgen. En dan weer een dag erbij. Misschien soms drie. Zodat ik je in stukjes mis en steeds het einde zie. Want nooit meer is altijd. Dat is te lang. Ik ben mijn eigen ouders in een half jaar tijd verloren en na een maand of twee zuchtte mijn zusje van het heeft nou wel lang genoeg geduurd dat ze dood zijn. En dat inspireert mij dan tot zo'n gedicht. Is het zo dat de dood je ook weer iets brengt, zeg maar? In mijn geval was die periode dat mijn beide ouders overleden en in diezelfde half jaar ben ik mijn baan kwijtgeraakt. En toen had ik een uitkering in tijd. Toen dacht ik, nou ga ik doen wat ik eindelijk
ja, wat ik altijd heb willen doen. En dat is schrijven en mijn eigen tekstbureau oprichten. Dus ik denk dat dat echt gekomen is door het verdriet. Wat je op zo'n moment hebt en wat je ook doet denken van... ja, waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? Wat vind ik mooi om te doen? En nou, toen ben ik dus begonnen met dit. En ik werk ook als spreker bij uitvaarten. Dus ik heb mijn eigen tekstbureau. En ja, super trots op dat ik daar nu gewoon mijn brood mee verdien. En doe wat ik altijd heb willen doen. Je bent dus gelukkiger dan ooit? Nou, ik ben altijd wel gelukkig geweest hoor. Zo erg is het ook niet. Maar nee, ik doe dit met heel veel plezier. Want je hebt hier een gedichtentuin, heel bijzonder. Wil je er iets over vertellen? Ja, dit is een. Ik werk dus als spreker bij uitvaarten. Mijn collega's die weten dat ik dicht. En dan had je vaak van, kom maar Geet, heb jij niet nog wat liggen? Of kan jij niet even een mooi gedicht schrijven? Maar dat even, je schrijft ook niet zomaar even een uurtje gedicht. En toen kwam ik op het idee om een abonnement te maken. Echt voor de professionals die in de uitvaartzorg werken. Die graag poëzie gebruiken. Dus je krijgt deze map, als je abonnee wordt, krijg je deze map cadeau. Met 8 basisgedichten erin. En daarna krijg je elke maand krijg je zo'n mooi gedicht per post. Als een soort cadeautje. En inmiddels doe ik dit nu 2 jaar. Dus er zijn al iets van 40 gedichten verschenen. Ik hoor van mensen terug dat ze het echt als een cadeautje voelt wat in de bus komt. En je kunt het natuurlijk ook via internet doen. Of gewoon een pdf-bestandje. Maar dan krijg je niet dit. Als je dit als mensen hier ook bij de cent even voelen. Is die echt? Is die niet echt? Het is gewoon een stukje beleving. En dat vind ik hartstikke mooi om te doen. Als je iets herkent, als je ze leest, net zoals je een mooi boek hebt en je wordt geraakt door een bepaalde zin, komt dat vaak. Omdat het een emotie is die jij voelt. En die wordt eigenlijk beschreven en dat is met gedichten ook zo. Maar de een zal het ene gedicht mooi vinden en de ander het andere gedicht. Dus dat is heel verschillend, heel persoonlijk ook.